Marco? Hallo Marco. Goedemorgen met Wil van Delft van programma Delft Blauw. Goedemorgen Wil. Goedemorgen, hoe gaat het met u? Ja, goed hoor. We zijn net een beetje naar mijn tv aan het kijken. Maar ik ga even onze kanarie een dekentje overleggen. Want die begint altijd mee te zingen als ze een telefoongesprek gaan. Dat is klein ogenblik, hè? Ja, doen we. Dat is mooi van live uitzendingen. Ja. Goed, Marco, we gaan even een beetje de zaken vertellen. Dan komt je zo terug en natuurlijk. Oh, gaan we praten. Ja, daar zijn we dan. Marco, de reden dat we jou hebben uitgenodigd is vanwege de mooie nieuwe single en heet De Wereld. Ja, dat klopt, hè. Hij is uit van vorige week. Ja. Het is ja, vertel. Goh, we zijn er eigenlijk al van september mee bezig. In de whole lockdown periode aan tekst bezig van ja, we missen wel de mensen tijdens de optredens, die mensen die eens aansteken en meewiegen op de tonen van de muziek, de sfeer en tijdens een optreden. En ja, je hebt wel steun aan elkaar, je voelt dat wel dat je in je relatie in zo'n moeilijke tijden steunt aan elkaar en dat je toch samen denkt van oh, samen kunnen we de wereld aan. Yeah. En dat hebben we eigenlijk gegoten in een jasje in één nummer. Laat het buiten maar pandemie zijn, of wel, we kunnen het verder trekken naar een oorlog of een opstand. Samen kunnen we de wereld aan. En ja, ik weet niet of je de videoclip ook gezien hebt, maar in de clip is het heel mooi gevisualiseerd. Daar kom ik één voor één, wandelend in een mooie stad, mensen tegen, jong tot oud, met een kaarsje. En uiteindelijk wordt aan het kaarsje op een groot vlot geplaatst in de buurt van een kasteel en te water gelaten met een drone erbij. Yeah. In deze tijd niet gemakkelijk om 50 mensen coronaproof in beeld te hebben, maar we hebben daar toch mooi in geslaagd. En, ja, het is heel mooi gesymboliseerd. Ja, want het is in België, het is momenteel ook nog steeds een groot probleem. Je weet er nog niet waar jullie aan toe zijn, hè? Goh, nee, ze zeggen dat op 8 mei de terrassen van de horeca zouden open mogen. Als en slechts als de situatie op intensieve verbetert, want er liggen nog steeds bijna 1000 mensen op intensieve zorg. Dus de bedden zijn bijna allemaal volzet. En normaal ging het 1 mei opengaan, de horeca. Dus nu is het 8 mei. Volgens mij willen de mensen een beetje een doekje voor het bloeden. En hopelijk gelukkig voor die mensen. Maar je zal maar midden in je gerechtje zitten en begint te onweren of te regenen. En dan kan je gaan vluchten, hè, met je, op je terrasje. Ja, maar dan gaan de terrassen open, maar dan is het nog niet dat je kunt gaan optreden, of wel? Goh, nee, men spreekt van evenementen tot 50 personen. Ja, welke organisator gaat er een artiest vragen en maar als je maar 15 mensen kunt ontvangen, dat zijn maar 50 mensen die mogelijk entree kunnen betalen. En je moet dan buiten optreden, want binnen mag het nog niet. Ja. En buiten zit er maar bij sommigen die gaan klagen over geluidsoverlast. Je hebt altijd van die azijn, plassers zeggen ze hier in Vlaanderen. Ja, ja. Dus ik denk dat het gaat duren tot misschien juni, juli. Dat we eigenlijk best kunnen ons in kunnen doen. Ja. Wie heeft de tekst geschreven van dit nummer, De Wereld? Heb je die zelf geschreven? Nee, wel in combinatie met wel een paar ideeën opgeworpen. Peter van Elderen. Ja. Dus Peter van Elderen is een man die wat meerdere teksten schrijft voor andere artiesten ook. En ja, hij heeft dat heel mooi gedaan, vind ik. Want je kan altijd wel zingen van ik hou van jou en ik blijf je trouw, maar nu zit er natuurlijk wel in waarom ik van je hou, maar je voelt echt wel de band is er en samen sterk en samen slaan we ons doorheen en dat is de misschien wel de echte liefde en de echte houden van, hè. Ja, maar als je dit nummer hoort, Marco, positief compliment, het is een beetje popachtig, hè? Het is een beetje, er zit een popsound in. Het klinkt anders en dat vind ik het mooie eraan. Ja, we wouden het een beetje eruit laten, uit de toon is een verkeerd woord, maar een beetje eruit laten springen om, ja, iedereen valt graag wel eens op met zijn nummer, zeker in moeilijke tijd. Je kan bij de pakken blijven zitten en hier zitten en zeggen, oh, corona, we kunnen niks doen. En ja, eigenlijk in september zijn we met dat nummer bezig, we hebben het uiteindelijk maar kunnen opnemen, 6 maart. En we wouden dat het echt eruit sprong. En we rekenen dat we Erik Melaerts en dan Gambré, drummer van Clouseau, Vincent Perens, de bassiterist van Clouseau, en dan hebben we
Danny Kaan als backing vocal, dat hebben helemaal fantastisch gedaan. Ja. En dat krijg je wel een hele mooie sound, vind ik. Ja, nee, maar het is een heel apart nummer, hè? En dat geeft toch weer een beetje charme aan een zanger als jij, dat je toch weer een andere kant van je laat horen. Ja, iedereen probeert zich te tonen op alle gebieden, hè, wat je kan, wat je in de mogelijkheden hebt. En ik denk dat we hier wel kunnen bewezen hebben, geluk bij een ongeluk, want we hebben er eigenlijk zes maanden aan kunnen werken. Ik denk dat ik de tekst misschien wel 500 keer gezongen heb. Hier verbeterd daar een aanpassing. Ik zit dan ook al, omdat ik niet wil stilstaan, wekelijks 2 uur, ook in coronatijden, bij een vaste zangcoach. Yeah. Uiteraard telkens getest en maar op. Die man ontvangt eigenlijk Wilfried van Beveren, zangcoach op pensioen, maar waar bijna heel bekend Vlaanderen bij op zangles gezeten heeft. En heeft nu 70 jaar, maar... ik ben een van zijn laatste pupillen en hij voelt ook wel als je aan werkt of niet aan werkt. En hij motiveert mij ook wel en ik motiveer hem ook wel. Het houdt hem ook wel jong. Maar die man is fantastisch. Wat ik daar op die korte tijd, op een jaar tijd van geleerd heb, dat is echt wel onwaarschijnlijk. Ja, het draait dus juist nog een ander nummer voor jou en die heet Zonde van de Tijd. En dat is een totaal ander nummer voor jou. Ja, dat is van vorig jaar, juni denk ik. Ja. Helemaal andere nummer. Ja. Ja, we proberen dat ze, als je zegt, dat is een kastje van de slager, of in de lade van de slager, of de lade van dit. Ik doe het eigenlijk allemaal graag. En we proberen door afwisselend te zijn, toch overal mee te draaien. Ja. Even voor de luisteraars die meeluisteren, Marco... Als zij meer willen weten over jou, waar kunnen ze meer informatie vinden? Goh, we hebben net de website opgefrist, marcokimsen.be. Yeah. En daar kunnen ze heel wat informatie op vinden, ook het laatste nieuws, de laatste videoclips bekijken. Uiteraard ook via de Facebookpagina Marco Kimsen, mm-hmm. Maar dan ook op mijn echte naam Mark de Kempen met een C. We hebben eigenlijk 3 pagina's die we om een of andere reden niet kunnen samenvoegen. Dat is eigenlijk technisch iets anders. En uiteraard, ja, de nummers kunnen ze op alle streamingplatformen, Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, YouTube Music. Ja, ze kunnen ze overal wat te pakken krijgen. En de mensen mogen gerust alle dagen een paar keer luisteren. Dat is goed voor de hitlijsten. Hè? Ja. En nu het weekend, wordt dat een rustig weekend of wordt dat een druk weekend? Oh nee, een beetje wat nummers doornemen denk ik, in de hoop waarop we binnen nu en een maand toch zouden kunnen op het podium staan, wat nummers doornemen, weer trachten we ze op een hoger niveau te tillen. Waarschijnlijk ook, het is mooi weer hier, wel frisjes, maar het gaat afrijden denk ik. Okay. En misschien is de fietsje op. Gisteravond trouwens nog 13 kilometer gelopen. Ik loop 3 keer per week meer dan 10 kilometer, een beetje de conditie onderhouden, al van voor corona. Okay. Sinds januari 2020, dus want in het weekend is het rust, het is maandag, woensdag, vrijdag lopen. Yeah. En dan in het weekend is het rustig blazen en uiteraard heerlijk zingen, hè. Dat is mijn yoga, mijn ontspanning. Yeah. We gaan een single draaien. Op de eerste plaats ga ik je heel erg bedanken, het was een leuk je vanmorgen weer even gesproken te hebben. Ik wens je nog een heel fijn weekend toe en een mooie afsluiter van dit gesprek als je zelf je eigen single aankondigt. Wel aan de luisteraars hier, Marco Kimsen met zijn gloednieuwe single De Wereld. Ik zou zeggen, geniet ervan. En jij ook, een fijn weekend. Tot de volgende keer. Groetjes. Tot de volgende keer. Hoi, hoi. Dag.